Sleutelen doet hij nog altijd, maar dan voor de fun. Maar ooit was het zijn beroep. In 1968 werd Ferry Brouwer monteur van meervoudig wereldkampioen Phil Reed. Een held voor velen. Ook werkte hij een seizoen met Chas Mortimer. Maar de meest bijzondere coureur waarmee Brouwer werkte was zonder twijfel de Fin Janno Saarinen. Brouwer wordt de monteur van Saarinen in het jaar 1973, wanneer hij met Yamaha een aanval wil doen op de NV Agustas in de 500cc. Een klasse waarin het merk al jaren ongenaakbaar is. Brouwer genoot binnen het team. Er hing een bepaalde romantiek hing er omheen. Ook de fans waren dol op de Flying Fin en op mevrouw Saarinen. Wat mede ervoor gezorgd heeft dat Janno Saarinen zo populair is geworden. Je zult op de baan, ja, dan zit hij alleen op die motorfiets. Maar na de wedstrijd stond zij met hem op het podium. Zij stond overal met hem. Ja? Op de reclameuitingen van Yamaha was het niet Janno die een RD350 promootte. Alleen weer rijdend, maar de statische foto stond zij erbij. Dus ik ben ervan overtuigd dat Soily heeft er mede toe bijgedragen dat de Saarinen, en niet alleen Janno, zo populair zijn geworden. Saarinen begint het seizoen 1973 als grote favoriet in de 250cc-klasse en kanshebber in de 500cc. Achter bijvoorbeeld Giacomo Agostini en Phil Reed. Maar de tweetakt Yamaha gaat als een speer. En in Frankrijk en op de Salzburgring wint Saarinen. Op het circuit van Hockenheim valt hij uit. En dus moet op zondag 20 mei in Italië op het circuit van Monza eerherstel komen. Maar voordat de 500cc-race wordt verreden, staat voor Saarinen eerst nog de 250cc-race op het programma. Dieter Braun is als eerste weg. Daarachter rijden Renzo Pasolini en Janno Saarinen. En dan gaat het mis in de eerste bocht. De Curva Grande. 12 coureurs komen ten val, waarbij Pasolini en Saarinen het leven laten. De racewereld is in shock. De fans zijn kapot. En nog steeds hebben veel motorsportliefhebbers de gruwelijke beelden op hun netvlies staan. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is waarom dit nog steeds eigenlijk leeft, is het feit dat er nooit een officiële uitspraak is gedaan over de oorzaak ervan. Ondanks dat hij er wel is, die is in september of oktober 1973 heeft het gerechtshof een officiële publicatie gedaan waarin de oorzaak stond van het ongeval. Maar de publicatie wordt nooit openbaar gemaakt. En vrijwel iedereen gaat ervan uit dat olie van de motor van Walter Villa uit een eerder verreden race voor een glad spoor heeft gezorgd. Hierdoor zou Pasolini zijn weggegleden en nam hij Saarinen mee in zijn val. Een onjuiste conclusie volgens Brouwer. Het kan namelijk nooit olie geweest zijn, want het eenvoudige is, dan hadden de mensen in de 350cc ook gevallen. Bijna 30 jaar blijft Brouwer een roepende in de woestijn, tot hij 12 jaar geleden per toeval zijn gelijk ontdekt. In 2002 was ik in Misano, toen ging ik in een museum in Rimini gingen kijken. En ik loop daar in de rondte en ik zie daar aan de wand, zie ik ineens een ingelijst motorblad. En daar stond op Il Grippato. En daar stond, ik zag mijn eigen handen van de cilinder die ik vasthield van de motor van Janno. En aan de linkerzijde stond dus een cilinder van de motor van Pasolini met een vastgelopen zuiger erbij. Twee vastgelopen zuigers. Want zij hadden voor de wedstrijd, hadden zij de luchtgekoelde cilinders veranderd naar watergekoelde cilinders met gewoon een gelaste mantel eromheen. En die motor is voor de bocht is die vastgelopen en heeft Saarinen van achteren geraakt. En toen is de consternatie natuurlijk bij andere coureurs, Kanaya die de vangrail ingegaan is. Nou ja, goed, we weten allemaal wat er gebeurd is. Maar dat is dus de oorzaak geweest dat de motor van Pasolini is vastgelopen. En waarom er daarna nooit publicatie heeft gevolgd, dat is voor mij ook een vraagteken. Ik heb wel begrepen, want het is in 1994 gepubliceerd, dat degene die het onderzoek geleid heeft, ingenieur Colombo, dat die des duivels was dat gepubliceerd is geworden. Dus die heeft het waarschijnlijk onder het tapijt willen houden. Belangen? Misschien.
Fabriek? Misschien. Ja. Ja. Wat ik... Ik ken de man persoonlijk. Dat neem ik hem hoogst kwalijk dat hij dat gedaan heeft. Ik denk dat hij daar dus valse geschiedschrijving mee heeft gepleegd.